koploper Gemert. En koploper Gemert wilde vandaag op eigen kracht kampioen worden. En dat zou betekenen winnen. Gewoon winnen bij de nummer 2 in Waalwijk. En vanaf het begin deden de Gemertsen er ook van alles aan. Al snel in de wedstrijd, 20 seconden gespeeld. Jacco Hofmans die de bal op Fred Donker speelt. En die knalt de bal via de vuisten van Jan Schalke over. Maar WSC is ook gevaarlijk. Hier een combinatie tussen Wim Snels en Christian Bruermijn. En die komt helemaal tot bij Arno Kersten, waarna Van Dijk de bal wegruimt. Dan weer een aanval van Gemert. Fred Donkers naar Anthony Geurs die hem doorkopt. Jacco Hofmans op weg naar Jan Schalke schiet. En in het zijnet. Jammer, de kans voor Gemert voorbij. En dan is WSC weer aan de beurt. Hier een combinatie op rechts via Wim Snels. Die de bal de diepte instuurt naar Eddy Smal. Die gaat een duel aan met Carlo Krommentuin. Beetje onvriendelijk gedoe over en weer. Carlo Krommentuin geeft hem een. En dan is het een elleboogstoot van Eddy Smal. Recht in het gezicht van Carlo Krommentuin. Carlo Krommentuin, knock-out. En Eddy Smal de rode kaart van scheidsrechter Stoffijn. En dat betekende dat WSC met 10 man verder moest. Maar daarmee begon eigenlijk een heleboel heisa. Want terwijl Eddy Smal van het veld liep en Carlo Krommentuin verzorgd wordt, is het in de hoek van het veld Eddy Smal die nog wat tegen wat Gemert supporters zegt. En dan is de beer los. Dan wordt er gevochten. Eddy Smal vlucht naar de kleedkamers. En de wedstrijd wordt voor een kwartier stilgelegd. Meteen daarna Gemert via een doelpunt. Jawel hoor, Fred Donkers, toch weer Fred Donkers. De man die zoveel scoorde dit seizoen. Hij brengt de Gemertenaren aan de leiding. Meteen nadat het spel hervat was. En Gemert voelde gelijk dat ze beter in de wedstrijd kwamen en doorgingen. Hier is het Jacco Hofmans die Roland in het groen aftroeft op snelheid. Even kijkt. Ja, en dan schuift hij de bal voor de tweede keer langs doelman Jan Schalke. En vieren de Gemert supporters feest. 0-2, dat hadden ze in Gemert niet verwacht. Rusten tussen twee doelen door om de toeschouwers maar weg te houden. En bij de biertent, daar was het gezellig en druk. Na rust, WSC dat het niet op zich liet zitten. Hier Dirk-Jan de Wit. Die eens kijkt, de bal binnen doorpaast, dan wordt de bal doorgespeeld. En dan is het Paul Rozenbrand die de bal het laatste tikje geeft voorbij doelman Kersten. 1-2. En de doelman van Gemert kijkt een beetje zuur, maar Gemert zou niet lang op zich laten zitten, want hier is WSC weliswaar in de aanval. Die wordt onderbroken door Erik van Kilsdonk met een wilde trap. En die komt weliswaar heel erg goed terecht bij Fred Donkers. Samen in een sprintduel met een WSC-verdediger. Een knal en die spat boven Jan Schalke op de lat. Het was tevens de laatste actie, want Fred Donkers raakte geblesseerd en werd vervangen. Maar Gemert zou het laatste punt zetten in deze wedstrijd. Tjapko Teube, hij stuurt hier Bas Pijs op links weg. Bas Pijs gaat op snelheid naar het doel van Jan Schalke, kijkt. Er zijn twee mensen van Gemert meegekomen en dan is het Thijs van Bree die het laatste tikje geeft. 1-3, het was tevens het laatste wapenfeit. Gemert wint met 1-3 in Waalwijk bij concurrent WSC. En de vele meegereisde supporters uit Gemert, allemaal uitgedost in zwart en wit, namen bezit van het veld, gingen hun helden feliciteren. En dat hoort zo als je kampioen wordt. Uitgebreid gefêteerd, ook trainer John Huisman ging op de schouders. En de Gemert-spelers omhelzen elkaar. En natuurlijk is er dan muziek van de streetband uit Gemert. Enkele uurtjes later was het opnieuw feest in Gemert. De brandweer was erbij gehaald om de spelers veilig binnen te loodsen. En die brandweer kreeg later nog meer te doen, want Gemert zonder vuurwerk bij een kampioenschap, dat kan niet. En dat vuurwerk dat barstte los toen de spelers bij het plein in Gemert aankwamen. Ook burgemeester Maasakkers was daarbij en hij nam de microfoon. Uw kampioenschap is behaald. Ja! Een droom is werkelijkheid geworden.